Ik was de vrouw van de oudste zoon van de leider. Zij geloven dat de blanke mensen het uitverkoren volk van God zijn. Ze zijn opgericht door mannen in die witte pakjes. De, kluboekstchen. de kluboekstchen, ja. ja. Op een bepaald moment dan slaat hij ineens iets kapot. Dan denk ik: wat gebeurt hier? En ik hoorde hem lopen in die gang. En zijn voetstappen stopten. En in mijn maag draaide om. En ik denk: dit is niet goed, er is iets aan de hand. Dit is het ergste, ergste wat je kan overkomen. En die kinderen. Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden: verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken. of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is een Eigen Verhaal. Vandaag de gast in de podcast Connie, die op 19-jarige leeftijd door haar vader naar een rechtsextremistische religieuze secte in Amerika wordt gestuurd. Ze wordt uitgehuwelijkd aan de zoon van de secteleider en ellendige jaren volgen. In een periode van tien jaar krijgt ze zeven kinderen en zij en haar kinderen worden mishandeld en seksueel misbruikt. Maar na een helsperiode raakt Connie de moed bij elkaar en weet ze samen met haar kinderen te vluchten en te ontsnappen. En uh, ja, vlug je eigenlijk terug naar Nederland. Um, heel bijzonder om vandaag met je in gesprek te gaan. Welkom. Oh, dankjewel. Om even een beetje bij het begin te beginnen. Uit, um, hoe zag je, je gezinssituatie eruit? Ah, ik, ik had een en vader, een moeder en een broertje. Ja. En op 19 jaar geleden wordt jou verteld dat je op vakantie gaat naar Amerika. Kan je ons meenemen? Ja, het was. Um, ik had een vriendje. Een soort mm -hmm. van beginnend vriendje die uh, elf jaar ouder was dan ik. En mijn vader vond dat helemaal niks. Want die zat ook niet in het geloof. Mm -hmm. En die zei, nou ja, jij gaat naar Amerika voor drie maanden. Ik betaal. En uh, je krijgt er een auto te leen, kan je een beetje rondtoeren. En als je terugkomt en je wil nog steeds met die jongen omgaan, dan uh, kijk ik wel. Dan kunnen we daarover praten. Ja. En ik wist dat dat natuurlijk niet was wat hij wilde. Nee, hij wilde dat jij <laughs> nee. niet met hem Hij gegeven. gebruikte dat om uh, mij over te halen om daarheen te gaan. Ja, wilde je daarheen? Nee. nee. Nee? Dus je wordt eigenlijk gewoon naar Amerika gestuurd? Ja, en vaders wil was wet, dus je deed wat hij zei. Oké. Okay. Kan het er niet mee eens zijn, maar je weet ook als je er tegenin gaat dat de gevolgen groter zijn. Hij zal alles saboteren, boos worden. En, ja. Waar kom je aan? Neem ons mee in ja, je gedachten. Wat denk je dan? <laughs> ik weet nog dat ik, ik vloog vanuit België mm -hmm. en uh, het was al 34 graden, dagen motregen okay. en frisjes. Yeah. En toen kwam ik daar aan op Kansas City Airport en de warmte, de, de vocht, de hitte, die sloeg zo op me. Dacht ik, zo. Felle zon. En uh, nou, we zijn in de auto gestapt. Dus zijn we gaan rijden. En 2,5 uur later kwamen we aan in een klein dorpje. Reden we doorheen. En ik had blijkbaar ook geslapen. Mm -hmm. Ik werd wakker. En ik denk, nou, dit is net uit een Wild West show. Allemaal ja, het zag er echt uit als iets wat je in een film zag: in een Wild West-film. Zeg maar. Ja, want je werd wel specifiek dus naar. Shell City gebracht. Shell City gebracht. Ja. Want kende je vader daar al mensen? Ja, ja hij was okay. uh, ondertussen goed bevriend geraakt met uh, mijn ex-schoonvader. Mm -hmm. En uh, dat geloof had hij natuurlijk al heel lang, had heel lang gecorrespondeerd en ook aan de telefoon gesproken. En hij was daar ook al eerder geweest en hem ontmoet. Ja, was het ook al een beetje zijn initiële plan om jou daar? Uit uw huwelijken eigenlijk? Ja, dat was al besproken tussen die twee. Dat, maar daar kwam ik pas veel later achter. Oké, okay. want ja. jij dacht eerst nog, het is drie maanden en dan ga ik weer terug. Nou, ik dacht, ik ga er een week of twee zitten. Mm -hmm. En dan ga ik, pak ik een auto en dan ga ik lekker rond Amerika toeren met mijn broertje in die tijd. Oké. Okay. Dat was het plan, dat was mij verteld. Ja, maar dan kom je daar aan? Ja, dan krijg je geen auto. Nee. <laughs> ja, dan zit je daar, je komt in een uh, ouder um, staakcaravan te zitten en... Ik, ik ben iemand die soms dissociëert. Okay. En dan heb ik het idee dat ik in een filmscript zit... en dan weet ik niet goed wat er gaande is. En dan kan ik ook wel eens zo een beetje in mijn eigen wereldje gaan zitten... van wat gebeurt hier, wat gebeurt hier. En dat, zo gebeurde dat. En uh, ja, de volgende ochtend ontmoeten we mensen... en daar was mijn ex-man bij ook. Ja, en was het toen al een beetje duidelijk van je gaat hier blijven? Nee, toen nog niet. Okay. Nee. Want wanneer ontstaat het moment een beetje dat je eigenlijk... Ja, echt letterlijk wordt uitgehuwelijk, dat jullie worden gekoppeld. Um, nou, eigenlijk werden we van begin af aan al een beetje gekoppeld, want het duurde pas een dag natuurlijk. Toen ontmoette ik uh, hem al en ja, we hadden eigenlijk best wel een klik. Oké. Okay. Hij was heel gezellig en vrolijk en een beetje de grote stoere cowboy was het en hele vriendelijke, lieve glimlach. En hij nam een beetje op sleeptouw en ik had zoiets van gebeurd hier en nou, ik liet me meeslepen, zeg maar. Ja. En als je daar aankomt, want het is natuurlijk een, een rechtsextremistische secte. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik dacht het is gewoon een kerkgemeenschap. Mm -hmm. En uh, mijn vader had dat geloof natuurlijk al een beetje mee grootgebracht. Niet dat ik daar iets mee deed, maar voor mij was dat normaal. Ja. Ik wist niet beter. Ik wist dat er ook andere mensen waren, maar ik hield me daar ook niet enorm mee bezig. Maar voor mij was het niet een secte. Nee, toen nog niet. Nee, en ik geloofde ook dat in die tijd. Was het niet echt zo enorm? Ja. Of ik wil dat geloven, dat weet ik niet. Ja, want waar gelooft deze beweging in? Waar komt het vandaan? Um, het komt erop aan dat zij um, geloven dat de blanke mensen het uitverkoren volk van God zijn. Daar draait het eigenlijk grotendeels om. Ja, heel erg eigenlijk gefocust op ras. Ja, toch? Een ja, heel erg, ja. En ja. Uh, ook um, dat zeg maar, de man is. Uh, de hoofd van de familie en de slimmere. En vrouwen zijn er om kinderen te baren, maar ook vooral om hun mannen te gehoorzamen. Want vrouwen zijn emotioneel, die kunnen niet rationeel denken. Ja. Die zijn er om te zorgen, te koken, maar ook voor hun man. En je hebt het net ook over dat zij zeggen dat dan dat er echt een beetje een ja, heel veel racisme is, eigenlijk. Ja. Hebben zij ook banden met uh, andere bewegingen? Daarvoor, aan Amerika leeft natuurlijk het racisme veel. Ja, um, die banden zijn nooit heel erg goed aan te tonen, tenzij je daarin leeft. En dan zie je dat ze als gastspreker bij andere organisaties. Uh te, ja, de gast zijn zeg maar dat ze daar naartoe gaan. Wat voor organisaties? Um, Andere van hetzelfde soort type kerken en ja. zo. Maar ze zijn wel opgericht door een van de. Ik heb de foto's gezien en ze zijn opgericht door mannen in die witte pakjes. De clubhoekschrift. Ja. ja. Bizar, toch? En de, maar je, je kan het niet altijd goed zien, maar pas als ze in de problemen raken, dan hebben ze toch wel lijntjes met elkaar. Kan je ons een beetje meenemen in het verloop, wanneer je gaat trouwen, wanneer je daar een beetje eigen merkt, ik, ik kom niet meer terug. <laughs> Nou ja, ik had het thuis niet zo gezellig. Mm -hmm. Ik uh, was een beetje een, ja, een beetje een raar kind, zei mijn moeder altijd. Ze waren heel erg gericht op het zakelijke en het wat hardere en je gedraagt je maar. En ik was een dromerig meisje. Mm -hmm. Dus ik zag het ook een klein beetje als een ontsnapping. En er wordt daar op het platteland van Amerika en het zag er allemaal heel erg mooi uit. En ik kon het goed vinden met mijn ex-man toen. Wat het hartstikke leuk. En hij zei joh van. Uh, ik vind jou heel erg leuk. Zou jij willen blijven? Ik zei ja. Ik vond hem ook leuk in die tijd. Het was gewoon een leuke vent en heel veel lol samen, ik kon ontzettend lachen. Yeah. En, ja, en dan kreeg het liet je me zien, het huisje wat hij had. En uh, ik dacht, ja, hier kan ik gewoon moeder de vrouw zijn. En hier kan ik voor een, een gezin stichten en mijn kinderen lekker door de bossen laten rennen. En, Koekjes bakken. En dat zag ik allemaal wel zitten. Ja, dat was nog dat een beetje was... in de roze. Ja, maar het was ook een hele hechte gemeenschap. En okay. ik zag dat niet, wat er gaande was. Ik vond het eigenlijk heel warm en gezellig ook. Ja, dus op dat moment voelde het nog als een warm thuis. Wat je ja. misschien niet in Nederland had. Nee. Ja. ja, en andere mensen hebben dat misschien anders ervaren. Maar ik voelde me niet. Nou, ik, ik, ik voelde mij in mijn gezin echt een beetje het zwarte schaap. Een beetje het vreemde kind. Ja. En daar was ik ineens. Uh, Oh, wat gezellig dat je er bent, en het was een, he een gemeenschappelijk iets. Je voelde ook gelijk als familie. Ja, en um, toen werd mij ook gezegd: van uh, jij, ja, hier in Amerika mag je maar zo lang blijven, dus we moeten maar zo snel mogelijk trouwen. Okay. Ja, ik ging mee in die droom. Ja, Dus uh, twee, nog geen tweeënhalf maand later, ben ik met die man getrouwd. Dus je vaders plan was geslaagd. Ja, ja? ja. Dus daar waren zij op het gewoon heel blij mee, heel erg. Ja, want... nou, mijn moeder niet. Oké. Okay. Uh, mijn vader wel, maar mijn moeder die, uh, die, die had een naar gevoel erbij. Maar ja, ik was zo stond eigenwijs natuurlijk. Ik luisterde daar helemaal niet naar. Nee. Ik ben echt wel tegen hem gewaarschuwd, maar ook tegen dat hele leven. Ja. Maar ik vond in mijn leven wat ik had helemaal niet leuk. Ik denk, ik moet iets doen, want anders breek ik nooit weg. En uh, wat mij geboden werd, leek me gewoon veel leuker. Ja. Dus ik ging met mijn eigen reizenhoofd hoofd, ging er natuurlijk gewoon gelijk meedoen. Ja. Dan ben je getrouwd eigenlijk binnen 2,5 maanden. Ja. Um, dan trek je daarin, start je eigenlijk een heel nieuw leven. Ja. Nog een beetje in de fase van alles is leuk en gezellig. Zeker. Um, maar kan je ons een beetje meenemen? Want hoe is het leven daar? Als je er echt zeg maar, steeds meer in wordt gezogen? Ja, het was heel rustig. En uh, kijk, de eerste maanden hebben we ergens anders gewoond. Ook in een soort in waar hij werk had. Maar hij had een ander huis waar we naartoe zouden gaan. Het was een leuk huisje en ik was al plannen aan het maken. Want ik hield van paardrijden... En hij zegt, nou dan kopen we toch een paard voor. Je kun je lekker paard rijden. Maar ik werd al heel snel zwanger. Ja. Nou, Ik was op een roze wolk. Ik kreeg een kindje en ik had een hartstikke lieve man. Ik had een leuk huisje. En ik was dat helemaal een beetje aan het inrichten met wat spulletjes. En uh, ik, ik, ging, ik kon eindelijk een keer liggen en een boekje lezen. En ja, ik vond het heerlijk. Ja. Ik was eigenlijk heel erg tot de rust aan het komen. Ondanks dat ik natuurlijk zwanger was en ook regelmatig. Uh, uh, Godsmisselijk was. Ja. Mm. <laughs> ja, ik was blij. Ik kreeg een kindje. En Dat was toch het mooiste wat, je, wat mij kon overkomen. Ik wilde van jongs af aan al kinderen. Ja. En meer kinderen volgden. Ja, yeah, de een en ander. Ja, want hoe, <laughs> hoe kwam dat? Uh, ik ben heel vruchtbaar. Ja. En daar ben je niet. Uh, ja, kinderen zijn geschenken van God. Ja, ik, ik, ik mocht ook geen uh, geboortebeperking gebruiken, wat bij mij trouwens niet heel goed werkt. Ik ben een keer zwanger geraakt op de pil. Mm -hmm. En ik dacht, nou ja, hoe meer, hoe beter. Ik hield van kinderen. Ik wilde graag een groot gezin. Dus voor mij was dat wel heel leuk. Ja. De man met wie jij trouwt uh, is de zoon van de secteleider, toch? Ja. Dus dat was ook misschien wel... En de oudste zoon. De oudste zoon. Dus dat is een is heel, ook heel belangrijk figuur. Ja, ja. want hoe ja. is het daar? Hoe is het binnen die secte? Zijn er diensten? Ja. Uh, hoe is die hiërarchie? Ja, kijk, in het begin, uh, uh, mijn ex-schoonvader was de leider. Ja. Die was de grote baas, die gaf ook alle preken. En dan heeft hij een paar mensen onder zich die ze nu en dan uh, voorzitten en wat diensten, uh, kleine dienstjes draaien voordat hij dat doet. Mm -hmm. En uh, ik, hij had zelf zes kinderen en ik was toen getrouwd met de oudste zoon. Het is heel, ook heel hiërarchisch. Dus ja, ik was de vrouw van de oudste zoon, van de leider. Dus je voelde je ook speciaal? Ik voelde dat niet. Dat werd me verteld dat ik dat was. Ja, oké. Okay. Maar ik, ik begreep het zelf niet helemaal. Ik nee. begreep ook niet waarom dat zo belangrijk was. Dat moest mij ook uitgelegd worden. Het kwam wel met heel veel verantwoordelijkheden. Ja. Ik mocht bijvoorbeeld bepaalde muziek niet meer luisteren. Want het was mijn taak om de goede vrouw te zijn van die man. Oké. Okay. Hun gedachten zijn best wel extreem. Wat je net ook al even aanhaalt. Ja, voor Nederlandse begrippen wel. Ja. Kijk, voor het platteland van Amerika is dat iets extremer. Maar. Er zijn daar ook genoeg mensen die best wat extremere gedachten goed hebben. Voor hen is dat dit dit natuurlijk wel extreem, maar niet zo extreem als voor hier in Nederland. Nee, ik bedoel, wij vinden in Nederland natuurlijk het recht op abortus, is daar eentje van. Um... Oh, dan moet je daar niet eens mee beginnen. Maar er zijn ook mensen die vinden dat je geen recht op abortus, zelfs al geloven ze niet. Ja. Of maar heel lichtjes. Ja. En natuurlijk um, de discriminatie, het racisme, ja. naar zwarte mensen, maar ook naar homos. Ja, zeker. Ja. Want uh, het zet ook een beetje aan toch uh, tot geweld. Want, want sommige... Zelf heb ik niet veel, haat ge niet veel geweld gezien. Ja. Maar de fanatiekelingen? Um, je moet een beetje zien dat ze hebben een soort van zijsoldaatjes. Mm -hmm. Die jongens die passen ook niet heel erg in uh, een gemeenschap. Bijvoorbeeld, we hebben een voorbeeld van Erik Rudolph. Ik heb hem zelf gekend. Hij heeft bij mij aan de keukentafel gezeten. En ik vond dat wel een beetje een rare jongen. Hij keek altijd naar zijn schoenen. Hij wilde nooit echt sociaal contact hebben. En dat is dus eentje die uiteindelijk ook fanatie, nog fanatieker geworden is. En ook de woorden die gebruikt werden. Want er werd heel veel over gesproken, maar dat werd niet gedaan. Mm -hmm. En dat waren het wat we noemden, de outsiders, de soldiers. Ja, dus dat die gingen spraatjes. op pad om echt zeg maar uh, nou ja, abortuskliniek in de fik te steken. Ja, ja. En dat werd dan onder ons, oh, wat erg. Ja, kijk, we geloven het wel, maar dat uit daadwerkelijk te doen. Maar ja, achteraf hoor je dan weer dat hij toch wel aangemoedigd is om het te doen. Okay. Maar vaak was het toch ook wel de enkeling die het geloof ter daad bracht, zeg maar. Ja, dus jullie zeiden wel van dat kan niet, maar dat werd wel gedaan. Ja. En wat zijn daar nog meer voorbeelden van? Hij heeft inderdaad een bom, bom geplaatst bij de Olympische Spelen. Nee, nee, dat nee, was uh, Timothy McGee. Okay, McGee weet ik weet veel meer hoe zijn achternaam is. Hij heeft abortusklinieken gebombardeerd. Oké. Okay. De, toch komen die ideologieën komen inderdaad van jou, komen van die ex schoonvader ja. van jou ja. vandaan. Ja. Dus, dus ik kan me voorstellen dat het wel intens is. Ja. Ja. ja, ja, Maar als je in die gemeenschap leeft, heb je heel weinig contact met de buitenwereld. Je weet heel weinig wat er ook echt gaande is. Er is een gesloten groepje, wat ik noem bovenaan, hiërarchisch gezien, en alleen maar mannen die kennis daarvan hebben. Ja. Dus je weet heel niet heel veel. Ja, dus ook de geweldsincidenten worden bij jullie als vrouwen vandaan gehouden. Ja, maar ook bij heel veel van de mannen die zeg maar niet in het de, uh, inner circle zitten. Ja, niet bij de harde kern. Ja, precies. Ja. Want waar komt die ideologie vandaan uh, waar dat racisme uit voorkomt? Um, mijn ex schoonvader die heeft uh, een verhaal gemaakt rondom een bijbelvers. En dat is Genesis 3, 15 of 3,18. En daar staat dus in dat Eva, die ging naar de boom toe van goed en kwaad. En die heeft van de appel gegeten. En die raakte dus zwanger van twee kinderen, een tweeling, uiteindelijk Cain en Abel. Ja. En zijn interpretatie is dat de slang was de duivel. En van de appel eten betekent dat hij haar zijn zaad in haar geplant heeft. En dat zij zwanger geraakt is van een tweeling. En het ene kind was van Adam en het andere kind was van de duivel. En dat is dus de Jood. De Jood, oké. Okay. De Joden die komen dus van half van ja, het blanke volk. Ja. En die zijn uh, de helft van de duivel. En uh, mensen met een kleurtje, die zijn gewoon een mengeling van uh, blanke mensen. Of uh, ze zijn een hogere uh, geraad dieren, zeg maar. Ja, bizar toch als je erover over nadenkt dat dat dan jullie verkondigd wordt. Ja, ja ik, ik, ik luister daarnaar, want ik hoorde het al mijn hele leven aan maar echt inzinken deed dat niet. Nee. Ik, ik bedoel toen ik ik heb een lang in Zuid-Afrika gewoond in mijn jeugd en uh, mijn ouders werkten al daarbij veel en we hadden best mensen ook werkend voor ons die wat je noemt zwart zijn. Van ja. mij zijn ze mooi chocoladebruin, maar dat noemde je zwart in die tijd en uh, soms nu ook nog. Maar ik had daar veel betere band mee dan met mijn eigen moeder. Ja. Ik kon met ze kletsen en lachen en praten en ik zag dat zo niet. En ik liet altijd mensen wel los van. Ja, geloof maar wat jij wil. Ik voel het niet. Ja, maar, ja dus daar werd. dat wel. Ja, dus het recht. Extremisme werd daar gevoed. Maar jij was er niet echt heel ontvankelijk voor. Nou ja, ik, ik, sommige dingen misschien wel. Maar het was voor mij niet iets waar ik enorm mee bezig was. Ja. ja. En hoe merkte je dat bij een man? Oh, maar dat was zijn hele leven. Alles draaide daarom. <laughs> We hadden een keer uh, werk ergens uh, in wat zuidelijker. En daar moest hij mensen inhuren. En de enige die beschikbaar waren, waren mensen met een kleurtje. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Ja. Ik moest er hard om lachen. Dat zat er zo ja, in ik weet kinder. wel ook dat hij ook bij mijn kinderen deed. We waren een keer in een winkel. En daar was een, een, een blank stel. En die hadden twee kinderen geadopteerd uit Afrika. En toen zei een van mijn kinderen iets. En die gebruikte een woord dat ik weiger te gebruiken. En ik schaamde me rot. Ik denk, oh nee. Ja. Dus ik ben gelijk die winkel uitgevlucht met mijn kinderen uit. Ik moest even diep ademhalen van wat ga ik nu zeggen. Die hadden dat duidelijk weer opgepakt, opgepikt. Weet je wel, of van hun vader of in de gemeenschap of zo. Ik gebruikte dat woord nooit. Nee. Maar ik schaamde me wel. Hot, ja. Binnen tien jaar kreeg je zeven kinderen. Ja. Uh, hoe belangrijk was het voor de gemeenschap om veel kinderen te krijgen? Enorm. Ja. Want in, de, in hun hoofd was de wereld was enorm aan het rassen vermengen. En uh, ze zeiden ook altijd van ja mensen zijn, vinden het belangrijker dat een hond één ras is dan dat zijn eigen kinderen dat zijn. Aha. En uh, dat er zo'n gemeng is nu dat het blanke ras op uitsterven is. En daar moesten wij wat aan doen. Ja, dus jij werd eigenlijk ingezet van je moet heel veel kinderen maken. Ja, een je... beetje als volkpaard. Uh, ja, ja, wat bizar. Dat dat dan ook gewoon wordt uitgesproken. Ja, maar er staat ook in de Bijbel van uh, gelukkig is de man die zijn, uh, ik weet niet precies hoe het in Nederlands is, maar die veel kinderen heeft. Ja, aan het begin was het natuurlijk heel fijn met je. Inmiddels ex-man. Ja. En het wordt natuurlijk steeds minder. De mishandeling starten en ook het misbruik. Kan je ons een beetje meenemen in die jaren... wanneer ontwikkelt zich dat op de verkeerde manier? Ja, je merkt dat als hij... Uh, in het begin was het allemaal hartstikke leuk en aardig. We konden overal over praten enzovoort. En uh, hij had dan ineens een dag waar hij heel gestrest was. En dan werd hij een beetje boos. En dan zei hij, ja, sorry dat ik zo boos werd hoor. Maar ik was gewoon heel gestrest met werk en... We hadden veel geldzorgen, dat ging niet altijd goed. Mm -hmm. Nou, en dan praten we erover. Ja, maar we zijn een team, we gaan ervoor. Nou, lijkt allemaal weer goed. Maar zijn boos, boze buien werden steeds erger. Op een bepaald moment dan slaat hij ineens iets kapot. Dan denk ik, wat gebeurt hier? Het was eerst één keer in de zoveel maanden en dat werd steeds korter, het werd steeds dichter op elkaar. En dan gaat het naar van, ja, als jij nou eens dat deed, dan hoefde ik niet zo boos te worden. En dan ja, begint hij zich hier van, hè, maar wat, wat doe ik dan nou weer? En uh, geleidelijk aan werd ik de persoon die wilde dat er geen herrie meer was, dat er geen ruzie meer was. Dus vaak accepteerde ik, of ik denk, ja, dat gaat wel weer over. Maar dat ging niet over. Ik kreeg steeds meer kinderen en ik was veel moe. Ik denk, ja, hij werd vaak redelijk vaak boos. Maar hij, hij vond het ook niet leuk als ik uh, mezelf klein maakte, dan werd hij erger. En dat was een beetje een visueuze cirkel waar we in zaten. Ja. En uh, op een bepaald moment had ik een kindje gekregen. Die is veel te vroeg geboren. Die had ik in een maand thuis. Zat nog in een de zuurstoftank, deels. En ik was die uh, borstvoeding aan het geven. En had ik net weer in slaap gekregen. En mijn ex die draait zich om en deed een hele lange snurk. Ging op zijn rug liggen. Maakte die baby wakker. Dus ik denk: Oh nee, niet weer. En ik ga naast hem staan. Ik doe hem heel rustig. Ik denk: Nou, als je op je zij legt, dan snurk je niet. En. Uh, hij werd er wakker van en hij stond op en was zo boos. Hoe durf je mij wakker te maken? En begon met te stompen tegen mijn schouders aan. Mm -hmm. nou, ik was helemaal verdwaasd. Ik wat gebeurt hier. Maar ik had ook die baby nog in mijn armen. Dus ik draaide mijn rug naar hem toe. En op een of andere manier viel ik. Hij, hij struikelde me of ik struikelde en ik viel op de grond neer. En uh, hij begon met schoppen. En tegen mijn rug, tegen mijn borsten, mijn armen. Ik was alleen maar over mijn kind heen. En ineens ja. hield hij op en hij ging naar bed. En hij ging verder slapen. Ja. En jij met je baby lag in elkaar gestaag op de grond. Ja, maar ja, je bent voor dat kind aan het zorgen. Dat ja, deed wel pijn. Ja. Het was ook in een soort dwaas. Je weet, je bent denk je van Wat gebeurt hier? Ik begreep gewoon, het was net alsof ik in een soort droom zat dat het niet echt was. En toen heb ik rond huis gelopen, heel zachtjes natuurlijk, want je wil hem niet weer een keer boos maken. Wat gedrinken gehaald en ik ben gewoon in bed gekropen en gaan slapen. Ja. En de volgende ochtend heb ik hem ermee geconfronteerd. En toen zei hij, ja, had je me maar niet moeten schoppen. Ik zeg, maar ik heb je niet geschopt. Nou, zo voelt het wel. Dus voor hem was dat dan terecht. Okay. En toen werd ik heel bang. Um, ik sliep al veel slechter. Ik denk, je kinderen die veel wakker worden, dus je slaapt dan niet goed. En uh, hij ging altijd, dat ochtends om zeven uur, half zeven, stond hij op, trok zijn broek aan en ging de deur uit. En uh, ik had zijn ontbijt vaak in de koelkast staan. Nou, dat was idee boeide hem ook niet. Hij rende de deur uit. En ik werd wakker en dat was ineens heel vroeg. En ik keek op de klok, half zes uur. En ik denk, wat is die vroeg? En ik denk, ja, er is iets raars, maar je bent zo half wakker. Mm -hmm. En ik hoorde hem lopen in die gang. En zijn voetstappen stopten. En in mijn maag draaide om. En ik denk, dit is niet goed, er is iets aan de hand. En ik heb drie keer adem gehaald, denk ik. En ik ben opgestaan en zachtjes achteraan gelopen. En toen lag hij bij mijn dochter in bed. En ik zal geen detail uh, vertellen, maar ik heb de dekens eraf gerukt. En, ik... en aan het andere bed lag mijn andere dochter te slapen. En ik wilde ook haar niet wakker. Het is heel raar die dingen er door je hoofd gaan. Hè? Ja. En mijn dochter sliep, of deed alsof ze sliep. En die andere sliep. En ik wilde hem gewoon uitschelden en slaan. Maar ik wilde ook mijn kinderen niet wakker maken. Dus een soort mm -hmm. dualiteit zit je dan in. En ik heb alleen maar ge gezegd: What the are you doing? Ja. En hij keek me heel verschrikt aan. En hij stond op. En uh, hij trok zijn broek weer aan en hij is weggegaan. Zijn de deur uitgevlucht. Hij is drie dagen weg geweest. Oké. Okay. En ik ben in die kamer van mijn dochters blijven staan. En het leek echt alsof ze slapen. En ik ben naar de badkamer gerend. Ik heb zich overgegeven. Ik was ziek. Zo ziek. Ik denk, ja, dit is het ergste, ergste. wat je kan overkomen. En die kinderen. Dan ben je in soort van in een paniek. Dan weet je niet wat je moet doen. Want je bent en bang van die man. maar je wil ook je kinderen beschermen. En je bent ondertussen zelf ook. De binnenkant is gewoon kapot. Er is iets kapot gemaakt in je. Want mensen die je wil vertrouwen, die zulke dingen doen, dat, is, dat brengt schade aan. En je bent in de war en angstig en verdrietig en boos. Alles tegelijk. Tegen de tijd dat ik gelukkig klaar was met overgeven, er niks meer in me zat, ook geen traan meer, want dat kwam er ook nog bij. Uh, ik heb mijn gezicht gewassen en in de spiegel gekeken en zeg: oké, okay, nou moet je door. Die kinderen rekenen op jou. Jij moet iets doen. De kinderen werden één voor één wakker en ik kwam in de keuken en ik heb ze ontbijt gegeven en uh, ja we, we zijn eigenlijk gewoon doorgegaan tot de orde van de dag maar in mijn hoofd maalde het de hele tijd hoe ga ik dit aanpakken ga ik vragen stellen ik wil ze niet nog meer beschadigen ik heb het wel gedaan heel voorzichtig joh heb jij gemerkt dat uh, hè, papa bij jou in bed kwam liggen en mijn dochter zei nee niks van gemerkt oké okay. niks van gemerkt maar ze keek naar beneden. En dan weet ik, wist ik niet meer of ik het nou moest geloven. Of dat ik erop door moest gaan. Ik wist gewoon niks meer. Nee. Je weet het gewoon niet meer. En je weet echt. ook niet hoe lang het al gaande is. Nee, ik wist niks. Nee. Ik wist niks. Nou, en toen wist ik, ik moet weg. Ja. En dan ga je plannetjes maken. Maar ja, je werd ook heel kort gehouden met geld. En hij wist natuurlijk nu dat ik hem gesnapt had. Ja. Dus toen uh, werd hij veel erger. Ging hij echt ons terroriseren. Hij hield mij nachtenlang op. Als hij thuis kwam. Wat ik achteraf hoorde was dat hij overdag zijn uh, personeel aan het werk zette. En hij ging liggen slapen. Hij pakte ook een hotel met andere dames achteraf, hoorde ik. Maar um, s'nachts kwam hij thuis. En als de kinderen op bed lagen, moest ik op een stoel zitten in de keuken. En dan ging hij de hele tijd lopen dreigen. En dan moest ik precies doen wat hij zei: uh, rechtop zitten, hem aankijken, niet aankijken, niet lachen, wel lachen. Anders ging hij de kan kinderen wakker maken en hun slaan. Ging je echt terroriseren ja. gewoon? Ja. ja. Ik vond dat zij al. Dat het mijn verantwoordelijkheid was om hen te beschermen van zoveel mogelijk ellende als hij kon. Ja. Maar en... hij voelde zich daardoor, denk ik, steeds machtiger dat het ja. lukte. Ja, natuurlijk. Hij had ook alle macht. Ook ja. over mij, ook over de situatie, over alles. Ja. ja. Ging het door dan daarna? Weet je nog dat misbruik? Of... Nou, niet waarvan ik weet, want ik nam maatregelen. Ja. En uh, ik weet wel dat toen hij terugkwam na die drie dagen, ging hij in zijn stoel zitten met zijn been omhoog. Zoals altijd, zo'n, weet je wel, zo'n stom zo waar je je been omhoog doet. En uh, toen ben ik voor hem gaan staan. Ik had, al die dagen had ik op zitten schrijven. Wat wil ik wel, wat wil ik niet. Eigenlijk wilde ik gewoon weg natuurlijk. Maar um, ik wist ook dat ik plannen moest maken. om op een goede manier weg te komen. En dat ik niet zomaar een aantal kinderen in mijn auto kon zetten en wegrijden. En toen heb ik regels gemaakt voor hem. En ik heb gezegd: Ik ga jou. Ik zeg: Ik ga naar je vader toe met dit verhaal. En naar je zussen. En naar je moeder. Tenzij jij je aan deze regels houdt. En nee, ik dacht: Ik kan het in de hand houden. als ik maar weet waar die is. Ja. Als ik niet weet waar die is, dan weet ik niet wat hij aan het doen is. kan ik ook mijn kinderen niet beschermen. Heel raar hè, hoe je dan gaat denken. Ja, nee, ja, Het is logisch, maar tegelijkertijd ook raar. Waarom heb je geen instanties gebeld? Dat heb ik wel gedaan. Mm -hmm. Maar omdat ik nog daar was, was ik een mededader, omdat ik het toeliet. Ja. Zouden ze zouden al die kinderen bij me weggehaald hebben. En dat bracht ook weer paniek. Want ja, je hoort zelf de verhalen kinderen in je pleegzorg. Dat wilde ik ook niet. Ik was de moeder. Ik had ze op zijn aarde gezet, ik moest ze beschermen. Ja. Maar normaal logisch nadenken kon je niet meer. Want je bent zo bezig met angst en overleven. Dat normaal denken, kon ik gewoon niet meer. Hij mocht de kinderen niet meer alleen mee naar buiten nemen. Um, ik sliep op een matrasje in de gang voor de slaapkamerdeur. Dan moest hij over mij heen stappen. En uh, ik ben heel licht slapen. Dus ja, dat uh, kon ik in de gaten houden. Dat heeft ja. hij ook nooit gedaan waarvan ik weet. Nee. En je schoonfamilie? Ja, hij was de koning, hij was de oudste zoon en dat kon allemaal niet. Ik moest me maar gedragen als vrouw. Want uh, blijkbaar gaf ik hem niet genoeg seks of zo. Dan hoefde hij ook niet naar zijn kinderen te gaan. Oh, dat was hun redenatie. Ja, um, en ja, de, iedere vader doet wel eens wat, maar je moet je niet zo druk maken. Of het bestond niet. Ja. En zo, ik werd afgestempeld als een zeer emotionele. Ja, ik was niet meer goed bij mijn hoofd. Ja, dus die hele familie praat het eigenlijk alsof het jouw fout was dat hij. Ja, ze ontkende het gewoon ook. Ja. Het was gewoon niet gebeurd. Ze luisterde het aan, en dan knikte ze. Aan. En dan. Ja, ja, ja. Ze gingen er gewoon niet op in ook. Ja. Bizar, dus eigenlijk zit je dan een beetje vast toch ja. in een huwelijk? Ja, ik vond van wel. Ja. Op dat moment hoor je dan nog eens hoor je iets van je eigen familie? Um, ik had heel weinig contact van met mijn familie. Omdat uh, ja, er is, was, daar waren daar ook ruzies geweest tussen mijn vader en hem. En. Mijn ouders waren natuurlijk nog in Nederland. Of ja. om weer terug in Nederland. Ze zijn ook tijdelijk in Amerika geweest. Ook bij de secte? Ja, soort van heel kort even. Maar dat ging ook niet goed. Maar ja, het was ja. wel je vader die jou daar heeft gebracht. Ja. Dus... ja maar daarom wist ik ook dat... Ik, ik wist niet of ik hem kon vertrouwen of zo, weet je. Ja. Dus, ja, dus uh, je kon ook niet naar je ouders terug van luisteren. ik moet... Ik heb mijn moeder gebeld uiteindelijk toen ik wegging. Toen okay. kreeg ik mijn vader en mijn moeder aan de Kijk, ze zijn wel geweest vaak voor de geboortes van de kinderen. Okay. En dat was altijd wel leuk. Mijn moeder was dan ook wel heel erg blij met die kleintjes. Oh god, kom, komt er nog eentje? Yeah. Oh, waar begin je aan? Yeah. Maar ik durfde ook nooit te vertellen hoe slecht het was. En op een bepaald moment kwamen ze erachter dat mijn wasmachine gebroken was. En dat ik met de hand alle was aan het doen was. Mm -hmm. Ik was hoogzwanger. En toen hebben ze voor mij besteld een nieuwe wasmachine en een droger. En Was ik heel blij om. Ja. En uh, mijn ex zei gewoon van, hoef ik het niet te betalen. Oké. Okay. Welk moment dacht je van, ik moet vluchten? Hij had op een verjaardag van een van mijn zoons had hij hem een geweer gekocht voor zijn verjaardag. Hij was toen acht. En ik vond dat wat jong. Ja. <laughs> Snap ik. Ja, ik kan, <laughs> nou ja. kan hier bijna niet voorstellen gewoon. Nee, maar in, in, kijk in Amerika op het platteland dat is het, ja. uh, rijden er ook jongetjes van zeven op kwad rond. Het is een heel ander leven, een hele andere manier. Maar ik voelde me daar niet fijn bij. En toen nee. zei ik tegen hem, dat doe je niet zonder mijn toestemming. Ik ben een moeder, ik heb daar ook recht om over na te denken. En hij lachte me uit, maar we hebben ruzie gekregen. En toen is hij weggegaan. En toen werd ik daarna gebeld door mijn ex-schoonzus. Die was, was getrouwd met zijn broer. En zij zei, je moet daar weg. Ik zei, ja, maar ik kan niet weg. Waarom zei ze, je moet daar weg? Omdat zij gehoord had via een tante van hem dat hij... Uh, naar de stad gegaan was om mij uh, voor gek te laten verklaren. Zodat ik opgenomen zou worden in een mental institution. Zodat hij dan wel de kinderen nog voor zich had, maar eigenlijk van jou af was? Ja. ja. Want, ja kinderen... want ik was een lastpost. Ik een post. Ik, ging, uh, ik liet hem niet doen wat hij wilde doen. Ik was herrie aan het Ja, want schoepen. jij was eigenlijk de muur ja. tussen de kinderen ja. en hem. Ja, maar niet alleen dat. Ik was ook steeds meer, kreeg ik ook steeds meer lef. Okay. Ik ging ook steeds irritante vragen stellen. In het begin liet ik het maar gewoon los. En nu ging ik dat ook vragen. Hij zei, nou, hoe kan het nou hè, dat deze persoon wel de kerk in mag en die ander niet? Ja. Je hebt ook nog bruine ogen. Waar maak jij nou een verschil? En dan werd er naar mij geluisterd. En dan werd er gezegd, dat is een hele goede vraag. Wij komen erop terug. Ja. En dan ben ik naar huis gestuurd. En dan uh, kreeg mijn ex-man een brief. Ja, moet je vrouw een beetje beter onder controle houden, want... Uh, die is opstandig, die moeten ja. we niet hebben hier in onze gemeenschap. Zij hoort een voorbeeld te zijn. Ja, ja dus binnen de gemeenschap ging natuurlijk alles door. Ja. Was de gemeenschap heel hecht? Um, ik noem het nep-echt. Oké. Okay. Je hebt niemand anders, dus je bent een beetje met elkaar uh, verbonden. Je hebt het geloof en je bent bezig met kinderen krijgen en koken en al die uh, huisvrouwelijke dingen, zeg maar. Ja. Maar uh, onderling was er toch wel veel competitie en. Ja, het leek een beetje op middelbare school. Ja, want alle vrouwen zaten op een manier in hetzelfde schuitje, toch? De meeste wel, ja. Er waren er ook bij. Die, hadden gewoon een, die woonden buiten de gemeenschap. Die hadden een baan en die kwamen gewoon één keer per week naar de kerk toe. Ja. En uh, ja, iedereen vormde een beetje zijn eigen leventje, maar wel binnen perken. Ja, en jullie woonden echt met z'n allen op één plek. Uh, We hadden allemaal ons eigen stuk land, maar wel ja. in de buurt van elkaar. Ja, hoe ben je uiteindelijk gevlucht? Ik werd die ochtend gebeld en uh, omdat we ruzie hadden gehad, was hij vergeten de accu uit de bus mee te nemen. Mm -hmm. En ik ging gewoon kijken of het ook waar was. Iets in mijn hoofd zei van ja, uh, je kan er vandoor. Want hij nam het de accu mee, voordat ja. je niet weg kon? Ja. Oh jeetje. Ja, ik werd ook heel lang in de gaten gehouden, maar er was ook iets minder aan het worden. Want uh, ik had meerdere gesprekken ook met mijn ex-schoonvader van ja, ik wil hier niet weg en... Uh, ik wil graag me aan de regels houden, maar het gaat gewoon niet zo goed. Ik heb wat tijd nodig. Oké, okay, dus, maar dat, dat deed je dingen. expres? Ja, ja. Zodat zij dachten dat er niks aan de hand was? Oh, ja, nou dat is in elk geval dat er nog een kans was dat ik gewoon het brave vrouwtje weer wilde gaan spelen. Maar mijn hoofd deed dat helemaal niet. Ah, dus jij deed het brave vrouwtje om een beetje ja. vrijheid te krijgen om dan zeg maar, de biezen te kunnen nemen? Ja, ik wist nog niet hoe, nee. maar ik wist wel dat er een tijd ging komen. Maar ik moest wel die ruimte gaan creëren, zeg ja. maar. Een uh, aantal weken daarna hadden we enorme ruzie gehad. Mijn ex-schoonzus had gebeld die ochtend. Jij moet daar nu weg. En ik had nog een laatste gesprek gehad met mijn ex-schoonvader. Ja. En ik zei tegen de kids, ik zeg, we gaan er vandoor. En zij, uh, die ex-schoonzus van mij heeft gezegd, je komt maar naar mij toe. Want ik wist ook niet waar ik naartoe moest. Ik was zo in paniek. Dan denk je ook niet meer normaal. Nee. En ik heb ze allemaal wel een zak gegeven. Ik zeg, neem mee wat je mee wil nemen. Eén speelgoedje, kleding, alles wat je nodig hebt. En ja, dat deed ik ook. Maar ja, ik had natuurlijk één oorbel en één paarse schoenen en één laars, weet je, het was echt een zo ja. Zoveel dingen in paniek. Ik heb ze in de bus gegooid en er reed nog wel elke twintig minuten iemand voorbij mijn huis voor elke tien minuten, ik weet niet meer. Uh, oh, dus tussen, tuss tuss ja. Oh. En tussen die ritjes door, als die de hoek om me zei ik, en rennen nu. Weet je man, dan gingen we allemaal naar de kinderen, moesten plat liggen. Ik ben heel rustig gaan rijden. En ik had ergens geld verstopt. En dan moest ik ook nog naartoe, maar dan moest ik voorbij verschillende huizen. En uh, voorbij die kerk natuurlijk, om oh. daar te komen. Maar je had het Zullen geld al verstopt? Ja. 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 En, en ik moest maar rustig op? blijven. En die kinderen moesten blijven plaat liggen, Want ik wilde niet dat ze zagen dat die kinderen in mijn bus zaten. Ah. Want dan kan de alarm geslagen worden. Ik was overal aan het overdenken. Ja, maar iedereen over... had elkaar daar dus in de gaten? Ah, ik weet niet of iedereen elkaar in de gaten ze hield. Wel deels. Maar ja. ik werd natuurlijk wel in de gaten gehouden. Dus dat wist ik ook. Ja. Nou, en toen uh, had ik het geld opgehaald en toen reed ik heel rustig, niks aan de hand was. Ik heb het ook tegen de kids recht plat liggen, maar die waren zo blij. Ja, waren ze blij? Ja, gelijk. zo blij. Want ze wilden weg? Ja, ja mijn oudste dochter had al tasjes staan de week daarvoor, al wilden ze al weglopen. Oh, Weet je, dat wist ik niet. Ze hadden dat in een schuurtje staan, ja. ja dat hoorde ik ook pas later. dacht dat je moet, dat je dacht, ja, we moeten hier ook weg, de kinderen willen hier ook weg. Ja, ik was, eindelijk was er een soort van zo'n knopje wat je omdraait, dat de angst kleiner wordt dan de noodzaak. Ja. En dan ga je over die enorme angst heen. En dan doe je dat terwijl je echt en ook verschrikkelijk bang bent. Want ik zat en te huilen en te shaken en te lachen tegelijk. Ja. En uh, we zaten in die bus, we gingen gewoon rijden. En toen zei ik tegen de kids: Oké, okay, jullie mogen rechtop zitten. Nou, er werd gezongen en gesprongen en gelachen. En, ja. Uit zijn dochter zat er met een heel tevreden glimlachje op de voorstoel. Wat, wat waren de angsten als je weg zou gaan? Oh, ja, dat, dat ze me zouden vinden, mij af zouden maken, die kinderen terug zouden nemen, dat ze met gerecht voor elkaar konden krijgen, dat ze mij het land uit zouden zetten, de kinderen houden, We waren af en alles nog wat. Ja, want ze waren wel echt bezig met, ze wilden jou eigenlijk van de kinderen af. Want de kinderen waren nou ja, de wel Ik mocht best blijven, maar dan ja. moest ik me wel gedragen. Ja. En dan moest ik maar gewoon accepteren hoe het was en het uh, brave vrouwtje spelen. En dat kon ik niet meer. nee Dat lukte me gewoon niet meer. Nee, maar meer. ze claimden wel een beetje die kinderen van de gemeenschap, toch? Het ja, was... het zijn soldaatjes van God. Ja. Die hebben ze, ik heb die gebaard, maar ik tel niet zo enorm mee. Ik ben alleen maar de moeder. En die moeten in het geloof en die gemeenschap grootgebracht worden. Ja, ja. En dan kom je aan bij je schoonzus. Ja. En die verwacht je al? Ja, ja. heb gezegd, kom eraan. Oké. Okay. Ja, dat is wel grappig, want het was zo warm bad weer waar ik in viel. Ze gaf me een knuffel, wat heb ik het goed gedaan. En want zij waren al eerder gevlucht. Ja. Ja. oké. Okay. Ja. Om dezelfde redenen. Um, iets andere redenen, geen misbruik. Maar wel dat zij ook... Ja, ze kon daar gewoon niet meer leven. Nee. Maar ja, het was heel grappig, want uh, ik heb dus een hele grote rode bus. En dat valt natuurlijk op. en ik wist dat ze op een of andere manier gingen ze gewoon toch kijken daar. Ja. Want uh, Zer was een afvallige en dat, die had wel een mondje bijna en die pikte niet zoveel meer. En uh, mijn ex schoon mijn oogzwager, die nam dus die bus en die is in een garage van een vriend in de straat erachter gezet. En ja hoor, twee uur later stonden ze inderdaad in de straat te bellen met hun zoon. Ja, ja, ja. Ze wisten dus al dat je daar zat. Ja. Ja. Maakte dat je bang? Ja en nee. Want ik, had die, ik was die drempel overgegaan om die kracht te nemen om weg te gaan. En um, dus het was net alsof er een, een soort angst en kracht tegelijk was. Het was meer alsof je een soort filmscript zit... En je, je weet dat er dingen gaan gebeuren, maar je weet niet wat. Of je zit een spannende film te kijken. Ja. Het was bijna alsof ik buiten mezelf stond... Ja. en een soort film voorbij zag gaan. Ja, van we zijn nu weg. Ja, want ja. je kan ook niet meer zeg maar, bijna terug, want de stap oh, nee. is al te groot. Nee, maar dat was ook niet de bedoeling. Ik wilde nee. echt nooit meer terug. En ik... Maar, ik was zo bezig op dat moment, in dat moment, wat gebeurt er dan en wat is de volgende stap doen? Maar dan weet je ook, je kan niet in Amerika blijven. Of je wilde weg. Ja, ik wist het niet. Je ja. kan niet zomaar kinderen die in Amerika geboren zijn, dan was ik een ontvoerder. Ja. Dan ontvoer je je eigen kinderen. Het zijn Amerikanen. Dat wist ik ook. Maar ja, je bent heel berekenend aan denken. Je gaat op een soort automatische piloot. Ja. Um, je bent bezig met de kinderen, maar je bent ook aan het denken, oké, okay, dit kan er gebeuren, wat zijn de consequenties, wat moet ik hier doen? Dus hoe pak je dat aan? Geen idee meer. Het ging op automatische piloot. Ik kan je dat echt niet zeggen. Het is alsof er een soort vreemde in mij geklommen is en dat ik ergens zweefde en iemand deed het voor me of zo. Ja. Ik was het wel, maar er zijn ook heel veel dingen die ik gewoon niet meer weet. Nee. Um, dus uiteindelijk helpt de overheid je wel om het land uit te komen. Te vluchten. De Amerikaanse overheid liet het toe, maar ze hebben me wel een bepaalde richting gestuurd, soort van. Wat ze niet mochten doen, natuurlijk officieel. Maar grotendeels uh, een paar personen in de Nederlandse overheid hebben mij geholpen om terug te komen. Oké, okay, wat fijn. Ja, ja, en dan zal ze eeuwig dankbaar zijn. Ja. ja, en dan ben je met al je kinderen, al je zeven <laughs> kinderen, kom je weer aan in Nederland. Het was zo raar, we zitten in dat vliegtuig en ik zie die huisjes en de wilgenboompjes en de watertjes en het. het het was thuis, maar ook nieuw. En je had hier nog niet echt een thuis, ook? Nee. nee mijn ouders en mijn oma wonen naast elkaar. Dus we zaten een beetje verdeeld en sliepen deels bij mijn oma, deels bij mijn ouders en mm -hmm. bij mijn moeder toen in die tijd. En, uh... Had je hun verteld wat er allemaal was gebeurd? Nee. nee. Ik had ze deeltjes verteld, maar niet alles. Nee. Daar zijn ze pas toen ik het boek geschreven had. Ik heb het ook weken van tevoren eerst aan mijn moeder gegeven. Dat zij het kon lezen en dat ze met mij erover kon praten voordat het op straat zou liggen. Ja, ja. Ze dus staar ook heel verdrietig van geweest. Ja, snap ik. Want uiteindelijk zijn zij degene geweest die hebben uitgehuwelijk, zeg maar. Nou, hij, mijn hij, vader ja. mijn moeder, die stond er nooit achter. Maar neem je dat je vader wel eens kwalijk dat hij dan degene is die heeft uitgehuwelijk? Heb ik wel gedaan, maar niet meer. Hij is overleden trouwens. Oké. Okay. Uh, maar. It, it is, hij is wie hij is. Hij heeft bepaalde overtuigingen. En dat kan je niet veranderen. Nee. Hij heeft vanuit zijn denken gehandeld zoals hij vond dat het goed was. Dat hij daar mensen enorm mee pijn gedaan heeft. En in nare situaties gebracht heeft. Dat heeft hij zelf helemaal niet door. Nee. En ik ben heel boos op hem geweest, heel verdrietig geweest. Maar uiteindelijk, toen ik daar wegging, heeft hij ook geprobeerd te helpen om haar daar weg te halen. Ja. Hoe was het voor de kinderen? Vreemd. Ze waren heel blij. Maar het was natuurlijk heel raar. In Nederland is heel anders dan het platteland van Amerika. Ja. Ze hadden geen tuin, ze hadden een balkonnetje. De taal was heel anders. Het eten was anders. Het weer was anders. En, uh, maar ze wilden zo graag. En ze wilden niet terug? Nee, nee, ja. voor geen hout. Ze wilden ook zo graag. Hoe, hoe was het ook? Want ze zijn natuurlijk heel rechtsextremistisch opgevoed. En dan kom je in een land. Nou ja, kijk, ze zijn wel deelstad grootgebracht. Maar uiteindelijk ben je... Niet 24 uur per dag met dat geloof bezig. Je bent ook bezig om ze les te geven in tellen. Je bent ook bezig met koken. Je bent ook bezig met shoppen. Je bent, en je deed ze ook verhaaltjes voor. Ik keek elke dag Oprah Winfrey. Dat ja. mocht niet, want ze was natuurlijk zwart. Ja. Maar ik deed het wel. Om en, hun ook een beetje diversiteit te laten zien. Nou, niet alleen dat. Maar ook om te laten zien dat het niet het enige is wat bestaat. Er is meer in het leven dan alleen geloof. Er is ook menselijkheid. Er is ook respect. Er is ook... Liefde, er is um, plezier, er is muziek, yeah. we dansten. Weet je. Dus jij probeerde een beetje, we ja, dus probeerde een beetje de, de, de aardse dingen weer te laten zien. Ja, dat ook. Maar ja, dat ging automatisch. Ik stond daar niet echt bij stil. Nee. Ik heb redelijk snel ook gewoon op een gewone Nederlandse school gezet. Ik heb ook advies gevraagd. Hoe doe je dat? Ga je ze eerst op Nederlandse les zitten naar een internationale mm -hmm. school? Zeg, nou, ze zijn nog zo jong. Als ze daar zitten, dan leren ze de taal heel snel vanzelf. En dat gebeurde ook. En gelukkig was er in elke klas één kind oh ja. die Engels sprak. Oké. Okay. En die ging dingen vertalen. Nou ja, binnen een aantal maanden sprak iedereen vloeiend Nederlands. Ja, wat fijn. En Maar ik, me, ik had het idee soms dat ze me niet helemaal goed begrepen in het Nederlands. En mijn taal was ook zo verslechterd. Dat ik moest ook heel goed nadenken om Nederlands te spreken. En toen uh, ging ik dingen uitleggen in het Engels. En dan zeiden sommige vreemden: Ik wil niet dat je mijn vaderstaal spreekt. Je spreekt maar gewoon Nederlands. Daar heb ik het ook op gegeven. Ja. <laughs> Ja. ja, kon je op dat moment al met ze praten over het misbruik? Dat hadden we al heel veel gedaan. Oké. Okay. Want we hebben vijf maanden in Amerika geprobeerd om daar dat hij uit de uiterlijke macht gezet zou worden. Ah, dus daar heb je al wel zeg maar het gezien. Daar heb ik vijf en, en een halve maand uh, gezeten. We ja. hebben de gesprekken gevoerd. Ze hebben ook in therapie gezeten. Ja. Uh, toen kwam dus de, eigenlijk naar buiten dat het, dat het niet die ene keer was dat het is gestapt? Nee, toen kwam nee. er veel meer naar buiten. Vreselijk om als moeder te horen. Het is verschrikkelijk. Ja. Het is echt. Als ik op dat moment kon. had ik gewoon in een gat gekopen. en er niet meer uitgekomen. Ja. En um, ik ben zelf misbruikt als klein kind. door een vriend van mijn vader. En dat kwam ook allemaal naar boven. Dus ik voelde hun pijn. Ja. Ik voelde wat zij voelden. Ik had het al die jaren onderdrukt. Dus ik voelde gewoon dat. Het kwam wel eens boven dat ik erover nadacht. maar ik weigerde dat te voelen en ook over na te denken. En dat kwam toen wel terug. Ja. Ik ben ook op de grond gaan liggen. en ik heb liggen huilen. En toen kwam een van de onderzoekers die kwam naar me toe en ze zei, telde me op en ze zegt, en nou hou je op. Ze zegt, jouw kinderen hebben een sterke en liefdevolle moeder nodig. Jij mag nu, nu op dit moment, mag jij jouw pijn niet voelen. Mm -hmm. nou, ik heb mijn tranen gedroogd en uh, ik heb mijn kinderen op schoot genomen, geknuffeld en doorgegaan. Ja, zijn ze nog wel eens vanuit de sectie die komen opzoeken? Uh, mijn ex-man is hier in Nederland geweest, twee keer zelfs. Uh, om jullie op te zoeken? Nou ja, om, uh, ja, wat hier kwam doen, weet ik niet. Zij zei in elk geval: uh, ik, kom, ja, ik kom mijn kinderen halen één keer. En de andere keer wist ik het niet. En toen werd ik gebeld door uh, de politie bij mij in de buurt: uh, Ja, mevrouw Moes, wij uh, hebben uw mannen uh, hierin. In de cel zitten, oh jee, ja. hij is ja. heel boos op u. Toen bleek hij dus met mijn vader bekokstoofd te hebben dat zij uh, een van de kinderen gingen omkopen met geld om daarheen te gaan. En... Wacht even, jou, jouw vader wilde die man helpen. Ja, Hè? ja, want ik heb mijn rug tegen dat geloof gekeerd officieel. Aha. Kijk, voorheen deek er wat vaag over en ik, ja, ik hield me er niet mee bezig. Ja. Maar uiteindelijk weigerde ik om naar de kerk te gaan. Ik, heb, ik had een vriendin die niet blank was, zeg ah, maar, waarvan we wisten. Yeah. Ze zag er in elk geval alsof ze ergens anders vandaan yeah. En dat boeide me allemaal niet. Ik had zoiets van: Je hebt een goed hart. Yeah. En we hebben lol. En Waar het om gaat, we gunnen yeah. het elkaar. En respect en ah, gezelligheid. En nou, dat nou, vreselijk. En zo, eigenlijk, je vader wilde dus dat je terugkwam. Maar het moment dat jij de rug naar dat geloof en dat ja. racisme ja. deed. Begon hij weer met je, ja. Ja, officieel begon hij ja. weer met je ex-man te bekokstoven. Nou, ik, ik weet het niet. Ik denk dat... Um, uh, mijn vader was niet zo goed met geld. Mm -hmm. En ik denk dat hij ook soms dingen deed om betaald te worden. Aha. Via via hoor je dan... Oh ja, hij is hier in Amerika geweest. Hij zit weer zonder geld. En dan ineens is hij in Nederland. Dan probeert hij een van mijn kinderen aan te spreken. Ja. Ja, dan ga je dus optellen. En dan denk je... Ja, het zal daar wel weer om draaien. Ja. Ze dus probeerde een van de kinderen om te kopen. Ja. En gelukkig was de politie ze dus voor. Ja, maar ook de kinderen deden daar niet, deden daar niet in mee. Die hadden nee. zoiets joh, ga weg, we hebben hier geen zin in, we willen dit helemaal niet. Nee. En ik heb heel veel gehad van de politie in die tijd. Ze hebben me heel erg gesteund en stonden altijd voor me klaar. Ja. Waaruit ontstaat dit extremisme, denk je? Waaruit ontstaat alle extremisme? Money, power en image. Het heeft te maken met ego's en met angst en macht en geld. Het is een combinatie van al die dingen. Ja, want ja. dit, dit voelt ook in alles zo extreem, weet je wel. Ja, maar weet je, er is extremisme in heel veel dingen. En dat is niet alleen in geloof, maar ja. Waarom is het, vind je het belangrijk om jouw verhaal te vertellen? Want dan wil je mensen meegeven. Ja, eigenlijk uh, wilde ik dit hele verhaal niet helemaal meer vertellen. Mm -hmm. Wat ik wel heel graag aan mensen mee wil geven is iedereen maakt iets mee in zijn leven. Mijn is extreem. Maar ook kleine dingen kunnen je pijn doen en kunnen je. Um, je wereld onder je va uh, vandaan halen. Dat je eigenlijk ge geen hoop meer ziet en dat je maar meegaat in bepaalde dingen. Maar het hoeft niet. Mm -hmm. Ik denk het belangrijkste is: leer jezelf kennen. Als jij zelf weet waarom je reageert op de manier waarop je reageert, wat vind je belangrijk, wat wil je in het leven. En als je jezelf kennis hebt, dan kan je verder. Dan kan je groeien en dan kan je nog echt een heel mooi leven hebben. Ja. En denk je dat veel mensen misschien ook. Er zijn altijd echt meer religieuze sectes dan wij doorhebben of ja. zo. Dat, dat vind ik ook nog altijd wel gek of zo. Nou, het geeft mensen een soort van. Het is makkelijk, hè? het is heel duidelijk. Je ja. krijgt regels, daar heb je aan te houden. Het is makkelijk. Je hoeft niet zelf te zoeken, je hoeft niet zelf na te denken. Ze kunnen het logisch genoeg laten klinken. Nou ja, je hoort ergens bij. De eenzaamheid in deze wereld is groot, ja. is zo groot op het moment ook. Jongeren, ouderen. En als je een groep hebt waar je alleen wat regels hoeft te horen, en ineens hoor je ergens bij, ben je belangrijk. Dat geeft mensen ook houvast. Het geeft ze hoop. Het geeft ze een plek waar ze mogen zijn, ja. waar ze gezien worden ook. De aanhangers, de identity aanhangers wordt het genoemd in Amerika. Dus de aanhangers van het gemeenschap waar jij bij zat. Is dat nog, weet je hoe dat nu daar is? Is dat nog nee. groeiende of uh, niet waarvan ik weet. Ik heb er geen idee van. Ik hou me daar helemaal niet mee bezig. Nee. Ik heb uh, ook geen contact met dat soort de, die mensen. Ik weet daar echt helemaal niks van af. Nee, nee, snap ik ook <laughs> toch? Ja. Liever ook niet? <laughs> ja, nee, snap ik heel goed. <laughs> hoe kom je uit zo'n wereld? Wat zijn, wat, wat zijn jouw lessen daarin? Ga hulp zoeken. Mm -hmm. ja. En kijk, um, probeer een plekje te vinden voor jezelf in je hart. Waar je een veilig gevoel hebt en weet dat je kracht binnen jezelf hebt. Mijn hele leven is veranderd. Ik, heb, uh, ik ben nog steeds aan het schrijven. Mm -hmm. Ik heb een nieuw boek geschreven. Ja, ja dat is uh, heel anders. Je kan weer een leven hebben en in angst leven is de slechtste raadgever. Want als je in angst zit, dan ga je niet normaal denken. Dan ga je hele rare dingen doen, hele rare conclusies. Iedereen vult in. Je bent altijd aan het invullen. Als je iemand ziet, dan heb je daar al een bepaald idee bij. Ja. Als je in een winkel staat, dan komt een klant binnen en denk je, oh, dan wordt de makkelijke klant, dat wordt de moeilijke klant, die is gezellig, die is niet zo gezellig enzovoorts. En dat doen we ook de hele tijd met onszelf. Maar als je daar in angst leeft, vul je het veel in met andere dingen. En uh, je kan niet zomaar angst wegnemen. Dus probeer in jezelf een klein rustplekje te vinden, zodat je een soort afstand neemt van de situatie. En ga eens goed kijken en ga hulp zoeken, ga lezen. En uh, kijk wat de beste stappen zijn om te ondernemen. Ja. Maak jezelf een beetje onafhankelijk. Zorg dat je een plek hebt. Zorg dat je wat geld achterover gedrukt hebt. Dat soort dingetjes. Ja. Vind ik wel heel belangrijk. Maar geef nooit de hoop op. Want er is een mooier leven. Ja. Je gaat nieuwe mensen ontmoeten uiteindelijk. En dat neemt tijd. Ook jezelf hele. Neem die tijd ook. Ja, dat is. Uh... Heel mooi. <laughs> ja. ja. Dankjewel voor je tijd. Nou, graag gedaan. Heel mooi het gesprek. Dit was hem dan: de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.